We nemen u in onze volgende Wijn & Closing Time graag mee een catalogus die heel gevarieerd is. Er zijn werken uit de 16e eeuw, we eindigen in de 21e eeuw. Met onder meer dit monumentale doek van Cathy Hek. Het is getiteld Multiculti Sausen. En het beeld hier, zoals ik kan zien, een ronde dans af van schaars geklede dames. Waarschijnlijk in een vrolijk party verwikkeld. Typisch Cathy Hek. Maar wat minder opvalt in eerste instantie zijn de zwarte schaduwfiguren. Cathy Hek antwoordt hier op een uitspraak van Seehofer, een Duitse politicus, op zijn beurt Angela Merkels politiek in vraag stelt. Die had gezegd: multiculti is dood. Dit is het antwoord van Cathy Hek. Een enscenering vol drama, glamour, maar misschien ook vereenzaming. Een exorbitant, exuberant tableau dat in schril contrast staat met de vereenzaamde, solitaire figuur van Jean-Michel Follon. Deze uit Ukkel afkomstige tekenaar en etser is pas late jaren 80, vroeg jaren 90 begonnen met het beeldhouwen. Onder invloed van César onder meer maakte hij eerst beelden in marmer, en taille direct, en passeerde later naar het maken van bronzen figuren. Dit is er één van. Gemaakt op het eind van zijn leven, 2004, en is getiteld Vive Granville. Genummerd, één van de acht, en gegoten bij Romain Fils, een gieterij in Ivry, in Frankrijk. Een recurrent thema in het oeuvre van Follon is de valies. Personages die hij afbeeldt zijn meestal solitair, in een desolaat landschap, op reis. De figuren zijn meestal ook uitrekkingsloos, waardoor het kan zijn dat hij ons wil meenemen, de kunstenaar, in een poëtisch universum, in een innerlijke reis. Dit beeld is gemaakt op het eind van zijn leven en zal worden gepresenteerd op dinsdag 6 december. Een gevarieerd en kwalitatief aanbod met werk van Meester van het Goudbrokaat, Over Bossart, Marcel Broothaars, Maurice Escher, te veel om op te noemen. Kom het vooral zelf bekijken vanaf 30 november tot en met 4 december hier in Antwerpen op het Oud-Zuid. Welkom.